ghost stories. Vraag jezelf eens af. Waarom zit u hier? Waarom zit u hier? Als ontvanger kan ik je dit zeggen, zonnestraaltje. Ik heb in mijn broek gezeten. We zijn hier in het Stadstheater in Zoetermeer. We zijn als verschrikkelijk geschrokken van alle effecten die er waren. Ghost stories, Alexander tegen me. Alexander, ghost stories, waar gaat het over? Ghost stories, het is een verhaal van professor Philip Kuiper, een parapsycholoog. En die vertelt soort van het verhaal van drie verhalen die hem zijn bijgebleven uit zijn loopbaan. En die zie je op het toneel tot leven gebracht. En dat zijn hele spannende verhalen, want daar is allemaal iets mee aan de hand, wat niet helemaal zuivere koffie is. Ja. Hey, wat is jouw rol in Ghost Story? Ik speel Simon van den Heuvel. Simon is een jonge man, hij is een jaar of 19 en hij heeft iets op zijn geweten wat niet helemaal zuiver is. En hij maakt een autorit en daar gebeuren dingen in die ook niet helemaal lekker zijn. Ja. En je merkt gewoon ook inderdaad dat het publiek dat reageert dan, hè? Dat merk je ook op het toneel verschijnen. Ja, heel erg. Vanavond meer nog dan eerder. Ja, de zaal zat lekker vol. Ja. En er werd vanavond ook veel gelachen. En dat was voor mij ook wel grappig, want dan hoop ik dat wel uit een soort zenuw is. Ik denk het wel. Ja. Dat ze niet alleen maar heel grappig vonden. Maar ze vinden het ook heel grappig. Dat is eigenlijk ook wel een leuke balans, denk ik. Ja. Maar dit is helemaal geen spookverhaal! Nee! Dit is wat het doet! Ik ken de Ghost Stories ook van West End, hè? Ben je daar naartoe geweest om het te bekijken? Ik ben zelf niet geweest. Een aantal van mijn collega's zijn wel geweest. Die vonden het ook echt heel erg eng. Ja. Dus dat vond ik veelbelovend. Ik heb dus zelf een film gekeken. Die vond ik eigenlijk niet zo heel eng. Dus ik dacht, nou, misschien dat... Ik denk dat het op het theater beter werkt. En dat is natuurlijk eigenlijk heel tof. Want voor dit genre is dat best wel uniek. Ja. Ja, want bijvoorbeeld in Engeland is het een groot succes. Dus we hopen dat het in Nederland ook gaat gebeuren. Dat hoop ik zeker, ja. Vandaag was het lekker vol. Dus als het zo blijft, dan het blijft rollen. En mensen vinden het goed en spannend. Dan hoop ik dat het lekker vol zit. Ja, straks de première. Hoe gaat dat dan? Ja, donderdag hebben we de première in het Delamar Theater. Ja. Op Halloween. Dat is heel leuk. Ja, okay. En lekker laat ook. Dus we zijn wel goed voorbereid. We hebben een lekkere try-out periode achter de rug. Okay. Wij zijn backstage. Ik ben driekwart van de voorstelling ben ik in het zwart gehuld. Allerlei dingen backstage aan het doen. De changementen en een effect prepareren en dat soort dingen. Dus dat is ook een hele voorstelling op zich. Dus dat was heel stressvol aan het begin. Maar nu, uiteindelijk, hebben we er nu achter gespeeld, acht try-outs. En nu, ik denk, is het wel... Kunnen we ook nog lekker rustig spelen, even tussendoor. Yeah. Hey, hoe is het met jouw angst eigenlijk? Ik voel me er eigenlijk wel relaxed over. Ja? Ik heb er wel zin in. Ja, ja, ja. Maar gewoon in je privé, zeg maar, ben je echt wel angstig of niet? Nou, ik moet zeggen, ik kijk wel weinig horrorfilms. Ja. Kan je er niet tegen? Nee, daar kan ik heel slecht tegen. Helemaal alleen in dat grote huis. Iedereen is dood. Er is niemand thuis. Als je een hele vermakelijke en echt een unieke ervaring wil hebben, en echt een hele toffe avond, dan moet je zeker komen kijken naar Ghost Stories. Het wordt gewoon ook hartstikke goed gespeeld. En het is een spannend verhaal, dus kom gewoon kijken, het wordt wel tof. It's like a live horror film.